Wolters, ik ben redacteur van het vakblad Geitenhouderij en mede-organisator hier natuurlijk van het Melken voor Morgen studiedag hier in Vragender. Ik ben Anita Papen, ik ben echtgenoot van Martijn Papen en eigenaar van onze melkgeitenhouderij Papen Olbach in Vragender. Bart Schoenmakers, Team Geit Agifirm en vandaag gaan we spreken over de geitenbrei. Jan Siebelink van Siplo Voersystemen en we staan hier voor de voerrobot van Martijn Papen. Dat is de voerrobot die hier dagelijks zijn rondjes doet om de geiten te voeren. Ik ben Stijn Bomers, ik ben productspecialist bij SAC. Mijn naam is Geert Golstein van Golstein Mestsystemen. Wij zijn eigenaar van Golstein Mestsystemen en de bedenker van de Comtrom, de composteertrommel. Waarmee je mest kan hygiëniseren en kan drogen. Ik ben Frank van Rijn, eigenaar van Geitenbelang. Wij maken systemen voor individueel voeren en selecteren. En wij hebben hier bij Martijn en Anita de blije geitvloer ontwikkeld. Het was een hele interessante dag volgens mij voor geitenhouders. We hebben geprobeerd om een programma rond eigenlijk een beetje hier de blije geitstal te bouwen. De meeste sprekers hebben daar wel wat over gezegd. En ik denk dat dat voor geitenhouders ook wel een grote trekker is geweest om hier te komen kijken. Ze willen toch zien hoe die stal er nou eigenlijk echt uitziet en hoe die geiten het daarop doen. Het is een hele bijzondere stal en er is echt al heel goed over nagedacht. Heel veel aspecten in meegenomen. Dierenwelzijn met name, maar ook wel de emissiereductie die hier waarschijnlijk wel behaald wordt. Er zitten heel veel dingen in die echt wel interessant zijn, ook zeker richting de toekomst voor de geitenhouders. Ja. Ik heb een aantal geitenhouders hierover gesproken en die zeiden ik heb het nu gezien, maar ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Ik heb er nog niet zo goed een beeld bij. Die waren ook heel blij dat bijvoorbeeld Gerrit Kopen, een van die sprekers, was hier, die hier wat onderzoek doet. En ze geven ook aan van we moeten gewoon nog meer over weten. Er moet gewoon nog iets meer kennis komen over hoe die geiten het hier gaan doen. Ik denk dat we 2020 met de eerste resultaten, op speels manier zijn begonnen, een beetje beton in de stal. En eerst al gezien dat de geit veel van beton houdt, vaak op harde oppervlakken gaan liggen en dat ze dat leuk vinden. En zo is Martijn aan sparren gekomen met Frank van Rijn van Geitenbelang. En zo is uiteindelijk uit diverse proeven de afgelopen jaren deze eerste vloer ontstaan. Wat nog niet de laatste zal zijn, denk ik. Blije geitvloer is een vloer waar geiten blij van worden natuurlijk. Maar die reduceert ook de emissie, ammoniak vooral. Door de urine te scheiden van de vaste mest en om dat binnen een kwartier gescheiden van elkaar uit de stal te hebben. En buiten de stal wordt dat gecomposteerd en verwerkt tot korrels. Nu zijn we bijna zover dat we dit kunnen uitrollen. Voor ons is het belangrijk om op deze dag te zijn, omdat wij niet alleen over melken vanmorgen nadenken, maar ook over voeren vanmorgen. En daar zijn we mee bezig. We zijn sinds een aantal jaren heel actief in de geitensector en we merken dat onze producten goed aansluiten bij de geiten. En daarom zijn we hier graag bij om nog meer boeren van onze producten te laten zien. Geitenbrei is eigenlijk een nieuw innovatief concept waar wij mee Agifirm juist nieuwe grondstofstromen aan willen boren en neer willen zetten om met circulariteit, kringloop, de geitenhouderij weer een stap verder te helpen in de uitdagingen die komen. Vandaag hebben wij onze ervaringen gedeeld die wij hebben opgedaan tijdens het eerste jaar van onze Touareau buitenmelken voor geiten. Mm-hmm. Onze ervaringen in het eerste jaar die zijn zeer goed. We hebben tot nu toe weinig problemen ervaren en zijn ook blij met alle interesse die daarvoor is geweest in de markt. Maar wat ik vandaag heb gezien is dat er heel veel interesse en innovatie mogelijkheden zijn binnen de geitenhouderij. Ja, de afgelopen jaren hebben wij meerdere installaties verkocht in Nederland, Frankrijk en de rest van de wereld. En we willen er naartoe dat we ons product op veel meer plekken in de wereld van markt zien te krijgen. Met de mest direct uit de stal, dat is verse stalmest, kun je eigenlijk gelijk verwerken tot een eindproduct. Dus in de baas hygiëniseren. En dat maakt dat je kan exporteren naar het buitenland. Maar je kunt hem ook drogen, dus je gebruikt eigenlijk een klein beetje brandstof in de vorm van organisch stof. Je gebruikt eigenlijk om biothermisch te drogen. Dus eigenlijk in dezelfde installatie gebruik je de energie om te drogen tot, met geitenmest in dit geval, tot 70-75% droge stof. Dus meteen dat je eigenlijk met heel weinig energie eigenlijk heel veel energie nuttig op kan wekken. En gelijk kan gebruiken in de installatie, zodat je daarmee eigenlijk een eindproduct krijgt die en gehygiëniseerd is en gedroogd.
We waren wel een beetje bekend dat we dit proefdeerden, maar gewoon ook bij geitenhouders laten zien wat je doet, wat we doen. En niet alleen geitenhouders, maar ook anderen die daar buiten staan. En ja, gewoon open in je verhaal, maar graag ook ja, reactie van de anderen van ja, wat vindt men ervan. En ja, dat is wel geslaagd volgens mij vandaag. En het mooie vandaag was ook, we hadden hier rondleidingen. Hè. We hebben echt deze stal hier van dichtbij bekeken. En het composteren van de mest en de voertechniek hebben we echt buiten hier in rondleidingen bekeken. En dan merkte je dat mensen heel snel met elkaar aan de praat gaan. En het echt hebben over wat ze hier zien. En ik denk wel dat dat een goede graadmeter is dat de dag geslaagd is. We gaan nu echt de droge grondstofstromen, de brokken uit de fabriek. Die grondstofstromen gaan we combineren met de vochtige grondstofstromen. Met de menger die wij bij Bonda hebben staan. En dat is ook de enige die er in Nederland staat. Ja, eigenlijk wat je zegt, een geit wil alles hetzelfde. Dus, en wij, ja, mengbedrijven, dus we zijn eigenlijk ergens heel goed in, is het mengen van alles. En om alles elke dag op dezelfde manier te mengen, te brengen. Aansluitend op de eisen van de boer. Dus wilt hij alleen het geitenbarij of echt een totaal mengsel dat hij zelf geen ruwvoer meer nodig heeft, dat kunnen wij in de toekomst leveren. Ja, geitenbarij, wanneer is het klaar in de praktijk? We zijn nu volop aan het onderzoeken. We hopen het in 2024 uit te rollen. Maar we zijn vandaag op een innovatieve dag. Dus we verwachten dat we de komende 5 à 10 jaar er nog volop innovatie in zien. En nog steeds de mooiste sector om in te werken en in te zijn. Innovatief, jong. En we zijn nog lang niet op wat we kunnen presteren. Ja, de robot die hier staat, dat is de voerrobot die we geschikt hebben gemaakt om ook gras te voeren. Ja, en die mengt zelf, weegt en voert secuur zijn rondjes per pot, per groep. En hier doet hij dat 19 keer per dag. We installeren nu ongeveer maandelijks een project bij een geitenboer. Je ziet gewoon bij al die geitenboeren dat restvoersterkte terugloopt. Dus veel minder restvoer, veel minder voer weggooien. En daarnaast dat je met minder krachtvoer af kan doordat de ruwvooropname veel beter is. Dit is een eerste opstapje, een hele leuke kennismaking met de goudhouderij. En één, heel erg leuk. Maar twee, we hebben best veel geitenboeren gesproken die wel best wel, naar mijn idee, best wel positief ontvangen zijn. Om toch heel veel mensen kennis te laten maken met dit op een bedrijf. En om heel veel weerstand weg te nemen van, om van het stro af te gaan. Hè. Het is gewoon een revolutie, joh, dit. Dit is een revolutie. Mogelijk is dit een revolutie in de geitenhouderij. En ja, daar draagt zo'n dag als deze heel erg aan bij. Ik geniet zo van dat we zo ver gekomen zijn zoals we nu gekomen zijn. En natuurlijk is het mooier als dit uitgerold wordt, zoals ik zei. Maar als dat niet lukt, heb ik hier toch al intens van genoten. En dat is oprecht zo. Ja. Wat ik vooral zie is dat geitenhouders, ik denk wel heel bewust bezig zijn met de ontwikkeling van hun bedrijven. Er komt heel veel wel op hen af. En er is heel veel nog onzeker. Hè? Kijk maar naar de politiek. Er wordt heel veel over hen uitgestort. Maar echt leidraad is daar nog niet. Maar ik denk wel dat geitenhouders daar heel goed mee bezig zijn. En over nadenken van wat voor ontwikkelingen kunnen wij dan doen. Om daar toch wel bij aan te sluiten en ja, klaar te zijn voor die toekomst. Ik denk dat dat wel heel specifiek is voor geitenhouders van dit moment. Verder is er op melk is het moeilijk te automatiseren. Dus het voeren kunnen ze automatiseren. Daar kunnen ze een stukje tijd op besparen. Maar het is ook hard nodig. Want geitenhouders zijn echt druk. Ja. Die maken lange dagen. En, ja, om de sector aantrekkelijk te houden, ik denk dat het belangrijk is om een stukje te automatiseren. Waarom het nog leuk is, is het diertje zelf eigenlijk. Ja, de knuffel die je dagelijks krijgt en gewoon de specifiekheid die bij mij komt, maar die ook bij je stagiaire komt. Gewoon het diertje zelf, dat is het leukste, dat moet ik echt zeggen.